De Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVACSUR, heeft vanmorgen haar standpunt bekendgemaakt ten aanzien van de invoering van belasting op toegevoegde waarde BTW. Dat deed RAVACSUR op een persconferentie die gehouden is in het C47-gebouw. De Raad is niet tegen de invoering van de BTW, maar vindt dat het wel doordacht moet gebeuren. Volgens Robbie Berenstein, voorzitter van C47, heeft de president in 2013 aangekondigd dat de regering de BTW zou invoeren. Er is verder niets meer gebeurd, behalve enkele aankondigingen vanuit de regering. BTW lijkt eerder op een inkomsten-genererend systeem dat ingevoerd zal worden om de kosten van de regering te helpen drukken, zegt Berenstein. Sterker nog, we kunnen meegaan met BTW in een bepaalde vorm. Echter, BTW vormt voor ons een onderdeel van de hervorming van het hele belastingssysteem. Want zoals u weet, BTW maakt onderdeel uit van de indirecte belastingen. En indirecte belastingen zijn per definitie afwentelbaar. Dus de mensen die het uiteindelijk betalen, die zijn de mensen die wij vertegenwoordigen voor je wel. Werkers, gepensioneerden, de consument. En wij hebben altijd gepleit voor een sociaal rechtvaardig belastingssysteem. Dus als je in die indirecte belastingen invoert, moet je tegelijkertijd ook directe belastingen aanpakken. Dat was Robbie Berenstein, voorzitter van C47. Armand Sunder, voorzitter van de progressieve werknemersorganisatie PWO, ging in op de risico's die RAVACSUR heeft geconstateerd ten aanzien van de invoering van de BTW. Sunder zegt dat als de BTW wordt ingevoerd, er kinderziekten zullen zijn. En dat zal risico's met zich meebrengen. Een van die risico's is inflatie. Wetende dat deze belasting dat die inflatie kan creëren en overal ook inflatie creëert, moet je buitengewoon voorzichtig zijn. En waarom? Omdat de introductie van BTW gaat een zogenaamde geldillusie creëren. Die geldillusie gaat ontstaan doordat inkomsten en loonbelasting zullen worden verminderd. Hoeveel ze zullen worden verminderd? Is ons nog niet bekend op dit moment. Het zal waarschijnlijk een beleidsbeslissing zijn. Dus niet een besluit van de commissie van adviseurs en de commissie van topambtenaren. Maar die een verlaging van de belasting gaat de consumenten en zeker de werkers de indruk geven dat hun besteedbaar inkomen is toegenomen. En daar zit het gevaar in. Armand Sunder, voorzitter van de progressieve werknemersorganisatie PWO. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie die RAVACSUR heeft belegd in het C47-gebouw.